Hoi, ik ben super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tilkens en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets moois maken voor Advent. Ik heb er zin in. Ik heb een super leuk frame. Echt een super leuk idee. Dus ik zal zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Ik zie dat meer dan 50% van de kijkers niet geabonneerd is. Dus druk even op die abonneerknop. Dan blijf je alleen maar op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En tot aan de kerst komen er heel veel leuke dingen aan. Dus wil je dat niet missen, abonneer gratis. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Daarnaast hebben we nog weer een winnaar van de winactie van de prijsvraag. Die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen, want jij hebt een cadeaubon ter waarde van €15 gewonnen. En dan hebben we vandaag ook weer een leuke prijsvraag. De prijsvraag van deze week is als volgt. Wat is het meest verkochte DIY pakket wat hier op mijn kanaal staat? Ik ben benieuwd of jullie het weten, of jullie het goed raden. Laat het hieronder weten, dan doe je al mee. Vandaag gaan we aan de slag met dit mooie frame en met een mooie ondergrond van Oasis. Weer een biologische ondergrond, heel erg tof, wat al steekschuim in een houder zit, die ook natuurlijk is. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Zoals je kan zien past de houder er precies tussen. De zijkant werk ik even weg met een beetje mos. En aan de bovenkant zet ik dat vast met een krammetje. Eventueel zou je ook wat lijm kunnen gebruiken, maar het hoeft niet. Want het mos blijft uiteindelijk wel tussen het frame zitten als je het aan de bovenkant bevestigt. Maar mocht je dat fijner vinden, kan dat ook. Op zich is de ondergrond al wel best wel mooi, omdat het zo'n natuurlijke bruine kleur heeft. Maar in dit stuk vind ik hem iets mooier om toch weg te werken. Al is het bijna zonde. Dat vind ik wel echt het voordeel van de kleur het biologische steekschuim. Dat je het heel makkelijk kan wegwerken, omdat het gewoon zo'n mooie kleur heeft in het stuk. Als je dat hebt weggewerkt, dan kunnen we beginnen met de basis van het kerstgroen. Ik gebruik verschillende soorten kerstgroen. Die maak ik schoon en die steek ik dan in het stuk. Zowel pinus, ik gebruik wat eucalyptus, nobilis, dus echt van alles. Het steeltje maak ik even schoon. En dit doe ik met al het kerstgroen. Dan heb ik wat eucalyptus. Die kan je, als je hem net boven het blaadje afsnijdt, dan kan je eigenlijk meerdere kanten gebruiken. Dus geeft een mooi grijs geheel in het stuk. En het lijkt altijd mooi en luxe in een kerststuk. En zoals je ziet hebben we dan een hele mooie basis. Er is geen steekschuim meer zichtbaar. Dus dan hebben we echt een mooie basis om mee te werken. Ja, en dan kan je hem eigenlijk decoreren in de kleur wat je echt zelf wil. Vandaag ga ik hem opmaken in het paars. Maar je kan natuurlijk ook kiezen voor wit. Maar paars is ook echt heel erg tof. Verschillende soorten bloemen toe en die verdeel ik er ook weer rondomheen.
kant heb ik mooie Lysiantus, ook heel mooi. Kleurt mooi bij de distal en het limonium. Deze mag je gerust iets hoger erin steken. Je kunt al zien dat het stuk echt heel luxe wordt. Dat wil je gewoon op tafel. Dan heb ik wat kerstballetjes. Die kunnen natuurlijk niet ontbreken. Je kan ze in groepjes doen. Je kan ze ook her en der gewoon los verdelen. Wat je eigenlijk zelf leuk vindt. Dus kleur er heel mooi bij. Nou, je kan zien wat het doet. Heel erg leuk. Dan heb ik Zuidermeer lelies. En ik vind het leuk om nog even met het frame te werken. Dus wat we gaan doen is we steken de zuidenwindlelie hierin en we bevestigen hem, we houden hem lang en dan bevestigen we hem weer aan het frame. En dan krijg je een heel apart lijnenspel in het stuk. Ja, jullie weten dat ik van dit soort stukken hou omdat je hem dan net wat aparter maakt. Het uiteinde maak je met een jute touwtje vast aan het frame. En dat maak ik gewoon vast met een klein knoopje. Snij alle bloemen goed schuin aan, dat is altijd belangrijk. Ook bij een kerststuk kan je er extra lang van genieten. Maar dit zijn ook allemaal hele sterke materialen waar je lang van kunt genieten. Heel erg mooi. Hij is eigenlijk echt al heel tof. De kleuren zo bij elkaar. Maar ik ga er nog iets wit aan toevoegen. Want dan zul je zien dat de kleuren er nog meer uitspringen. En het nog meer tot zijn recht komt. Dus ik ga even een mooie roos toevoegen in een mooie witte kleur. Zie je wat dat doet? Het grijzige, het witte met het paarsige. Ja, heel erg luxe. Dus ja, heel erg tof. En wat je dan natuurlijk nog zou kunnen doen, is er wat kaarsen op bevestigen. Je zou eventueel ook onderin een ledlampje kunnen doen. Dus een ledslinger. Dus dat kan je ook altijd toevoegen. Maar ik ga even laten zien hoe het eruit ziet met de kaarsen erbij op. Je kan natuurlijk heel veel soorten kaarsen toevoegen. Het is net wat je zelf leuk vindt. Je kan voor de standaard kaarsen kiezen. Het frame is al heel mooi, dus dit is ook echt wel heel erg leuk. De kaarsen zijn allemaal los verkrijgbaar in onze webshop. Kijk, doet ook echt heel mooi. Echt een heel apart stuk. Het is echt een leuk frame en een leuk stuk. Ja, gewoon super leuk. Ik ben er gewoon helemaal blij mee. Maar wat je ook zou kunnen doen, is bijvoorbeeld een van de apartere kaarsen toevoegen, hè? Past er ook heel leuk bij. Vooral met het zwarte. Ik heb bijvoorbeeld die met de streep. Of deze met de hartjes. Die zijn ook echt heel erg leuk. Kijk, die zijn ook echt prachtig. Kan je ook los vinden in onze webshop. Ja, en misschien wil je wel een andere kleur erop. Je kan er alle kanten mee op. Dus het is net wat je zelf tof vindt bij zo'n stuk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten.
Ik vind het echt weer een geweldig bloemstuk. Wees er snel bij. Op is op. Maar ja, er komen ook nog heel veel leuke kerststukken weer aan. Maar dit is zeker wel weer een toppetje. Goed, wil jullie bedanken voor het kijken en zien we de volgende keer weer. Doeg!